Welkom bij de Haakster van Nederland. Vorige week is Anita afgevallen. De overgebleven 9 kandidaten gaan deze week de strijd weer aan. Deze week hebben de kandidaten een keuze. Ze mogen kiezen uit wanten of een muts haken. Ze hebben een bol opgestuurd gekregen, Creative Melange Chunky. De kleur hebben wij bepaald en hun kunnen aan de slag. Het verplichte onderdeel van deze opdracht is het damesformaat, dus gewoon een volwassen muts. Ze hebben hier een week de tijd voor. Hoe gaat de week verlopen? Yes mensen, ik ben door. Door naar de volgende ronde met mijn bloem. Superleuk. Ronde 2, haak een muts. We gaan hem openknippen. Jullie mogen meegenieten met wat de wol gaat zijn. Eén hand filmen, één hand knippen. Dat is ook een kunst. Het zou erin zitten. Ik hoop super zachte wol. Oh, yes. Yes, ik heb net echt een vreugdedansje gedaan. Ik ben door naar de volgende opdracht. Yes, yes, yes. De volgende opdracht is haak een muts of haak een band. Nou, ik weet nog niet wat ik ga doen, want ik ga eerst kijken wat er in het pakket van de tweede opdracht zit. Dit is vet, zeg. Nou, we hebben deze bol wol gekregen. De Creative Melange Chunky. Een hele mooie wol. Er zit scheerwol in en acryl. Ja, hoe ik dan altijd te werk ga, is om het materiaal een beetje op me in te laten werken. Het voelen, het aanraken. Zeker ook altijd hou ik het even tegen mijn wang aan of het prikt. En dat vind ik op zich wel meevallen. Gisteren heb ik gehoord dat ik door ben voor de tweede opdracht. En ik ben heel erg blij ermee. En nu hebben we dus de tweede opdracht gekregen. Haak een paar wanten of haak een muts, was de opdracht. En ik denk dat ik voor een muts ga. Lekker met 30 graden haken voor een muts. Dit is het garen dat we hebben gekregen. Gemalleerd garen. Daar ben ik normaal niet zo'n heel groot fan van. Ik vind de kleurtjes trouwens wel mooi bij deze. En ik vind het moeilijk, want dit zijn de enige kleuren die we hebben dus. Dus ik kan niet echt met kleurgebruik iets spannends doen. Dit is wat het is. Ik ben door naar de volgende ronde. Ik ben echt super blij dat ik door ben. Ik ben blij dat het gelukt is met de eerste opdracht. We hebben voor deze opdracht deze wol gekregen. Ik weet nog niet helemaal wat ik met de kleur aan moet. Het zou niet een kleur zijn die ik zelf zo snel zou kiezen. We mogen een muts of wanten ervan haken. Ik denk dat ik voor een muts ga, maar we zullen zien. Jee, ik ben door naar de tweede ronde. Even een vreugdedansje doen hoor. Opdracht 2. Ontwerp. Wanten. Of een muts. Nou. Ik word even nadenken waar ik mijn inspiratie vandaan moet halen, maar ik weet het al. Ik ga denk maar even mijn inspiratie opdoen in Oostenrijk. Austria. Dat is wel een leuk, cool plekje. Yes, ik heb goed nieuws. Ik ben door naar de volgende ronde. Wat natuurlijk ook inhoudt dat ik vandaag weer de tweede opdracht heb gekregen. En tata! En dit is de tweede zak. Mooi! Gisteren het goede nieuws gehoord dat ik door ben naar de volgende ronde. Het is wel een hele leuke opdracht eigenlijk. Vandaag wordt het 36 graden. Dus lekker warm. Maar wij mogen aan de slag met deze mooie bollen van Rico. We hebben de tweede ronde gehaald. Yay! En in het tweede pakketje staat dit bolletje. Ik vind dat geweldig. Wat het gaat worden, dat weet ik nog niet. Of dat het nu een muts of wanten gaan zijn. Daar moet ik nog eventjes over nadenken, over de steek ook. Maar ik vind de kleuren fantastisch. Ik ben eruit, het gaat een muts worden. Ik heb even na zitten denken. Ik ben gek op de retro tijd en toen had je van die gave mutsen die hier zo in een V'tje lopen en dan zo strak naar achteren langs je hoofd.
Hey, ik ben begonnen met de muts. Ik was begonnen met blauw. Die kan je hier zien. Eerst de rechte lap. Dat werd hem toch niet. Daarna ben ik overgestapt naar rood. Dat werd hem ook niet. Nu ben ik bezig met de groene kleur. Waar moet je kijken? Voor de derde keer al uitgehaald. Ik heb dus besloten om de muts te haken. Afmeting hebben we gekregen. En ik dacht, ja, dat moet iets speciaals zijn. Ik moet een speciale steek gebruiken. Dat is heel lastig. Ik moet het echt eigenlijk op blokjes papier maken. En had ik niet, dus ik ben vanochtend naar de HEMA gefietst. En op het schrift gehaald met blokjes papier. Wat dingen proberen te ontwerpen. Hier ligt wat. En dit is het uiteindelijk geworden. Hoi mensen, ik ben inmiddels verhuisd naar de Noordpool, zoals jullie zien. Ik ben namelijk bezig met, jawel, hele mooie wanten. Zoals jullie zien zitten er allemaal nog draden aan, dus het is nog niet klaar. Het mooie boord. Deze wand past, de kleuren van deze wand passen precies bij de kleurjas die ik aan heb. En natuurlijk ook bij de kleurbeer. Dus ja, want dat is het project van deze week. Zo, dit is mijn plekje in de keuken. Ik zit hier graag aan deze tafel te haken. Het is een hele grote mooie tafel met een mooie ruime ruimte met mooi daglicht erin. En dat vind ik altijd heel erg prettig. Ik voel me hier altijd heel erg fijn om te haken. Nou, ik ben begonnen. Ik heb alvast een opzetje gemaakt en ik ga met halve stokjes werken. Ik gebruik geen moeilijk patroon bij deze, want ik vind dat er heel veel kleuren in zitten en dat je daar gebruik van moet maken. En er moet niet een ingewikkeld patroon in zitten. Dus de basismuts is gemaakt met halve stokjes. Het begint hier een beetje donkerder te worden, want er is heel zwaar onweeropkomst hier in België. Maar wij zitten niet stil. Ik heb gisteren nog enkele proefjes gemaakt en de mooiste heb ik bijgehouden. Deze vond ik al een leuke. Daarbij heb ik dan de twee wolletjes samen gecombineerd. Bij deze trouwens ook. Want deze is heel fijn en een beetje strakker van structuur. En die denk ik dan, daarbij denk ik dan eerder aan wanten. Deze, die is ook leuk. Die is ietsje losser, dus misschien meer geschikt voor een muts. Dus ik ga moeten kiezen. Wat dan niet makkelijk is. Passen is meten. Nou, ik vind hem nog niet zo slecht. Draadjes! Hetgeen wat ik had, dat heb ik dus weer uitgehaald omdat het niet naar mijn zin was. Ik vind deze opdracht wel makkelijker dan de vorige opdracht. Ik heb hier wel gelijk meer gevoel bij. Eigenlijk ging het ontwerpen van het proefmodel ging veel sneller dan de bloem van vorige week. Dit is de wand. En je ziet dat er een groot kleurverloop is. En dat wordt nog eens extra benadrukt omdat we met twee draden gaan werken. En je ziet dus telkens een roze, een beige, een roze, een beige. En dat gaat zich door heel de wond doortrekken. Hallo, ik ben Oliver. En wij vandaag gaan we leren voor een touw te maken. En je kan zo, je moet eerst het touw maken. En je moet dat zo doen. Je pakt een lus en je steekt die daar rond. Dan pak je de onderste touw, hier, hè, en je doet die daarboven. Dan maak je weer al zo in en je doet die weer erboven. Dan heb je twee steken. En deze krijg je dan. Zo krijg je ze dan. Ik had dus het idee om een ijster te haken met bobbeltjes. En dit is het effect. Maar ik ben niet tevreden. Ik vind dat je het heel slecht ziet. Dit zou een ijster moeten zijn. Ik denk dat het komt omdat die bobbeltjes allemaal verschillende kleurtjes hebben. Dat je niet helemaal goed kan zien. Dus het pakt niet helemaal uit zoals ik had gehoopt. Dus ik moet wat nieuws verzinnen. Het is helaas al donderdag, dus ik moet opschieten. Ik denk dat ik hem helemaal ga uithalen en dat ik iets ga maken met kabels. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan.
Dus het gaat nog een uitdaging worden. Ik ben weer een stukje verder gekomen met het haken. Ik denk van een muts. Ik weet eigenlijk wel zeker dat het een muts gaat worden. Ik had gisteren nog een ander proeflapje gemaakt. Ik vind het eigenlijk allemaal te grof geworden voor wat mogelijke ideeën waren. Wat ik misschien zou willen maken. Ik denk dat het reliëfstukjes worden. Dat is de enige die ik eigenlijk het mooiste vond met deze wol. Ik had ook nog wat schetsjes gemaakt. Mijn muts wordt dus inderdaad met twee punten. En dan hoop ik een paar kabels langs de zijkant te haken. En dan in het midden, even kijken, had ik dit bedacht. Een soort Keltische hartknoop. Ik ben begonnen met mijn muts. Ik heb een poort gehaakt. Leuk hè, die kleuren. Ik ben nu met de muts zelf bezig. Ik heb een leuk steekje gebruikt. En dan ga ik hem verder mee haken. Heerlijk. Met deze temperaturen. 36 graden. Haken met schil. Lekker warm. Zo, ik wil even laten zien hoe mooi het kleurverloop is van dit garen. Het loopt zo mooi over. Ik vind het zo mooi om te laten zien. En vandaar dat ik de keuze heb gemaakt om een rustige steek te gebruiken. Zodat je dat op deze manier dus echt heel mooi kan zien. En zometeen als je de muts op hebt, dan wordt het natuurlijk alleen maar mooier. Prachtige tinten zitten erin. Mooie herfstkleuren. Okergeel, beige. Je ziet het grijs tinten, maar ook de mooie roze tinten erin. Ja, erg leuk. Ik heb gekozen voor de jaren 20 model. Daardoor heb ik me laten inspireren. En dat zijn nauwsluitende mutsen, bol. Dit is natuurlijk echt retro van de turbans. En hier heb ik een drapering, die zit deze kant op. Die moet ik allemaal nog vastzetten. Hier ben ik nu gebleven. Dit, vanaf hier zit hij dus. Hier zit hij helemaal vast. Vanaf hier zit hij los, zodat je hem een plekje kunt geven. Hier ben ik nu gebleven. En nu wil ik het laatste stuk, wil ik een hele grote waaier. Helemaal, dus heel veel meerderingen maken. Zodat het een grote waaier is die dan golvend zo naar beneden eindigt. Ik voel me net kabouterplof nu. Voilà. Ik ben mijn muts aan het modelleren. En daarvoor heb ik de twee uiteinden alvast omhoog gebracht. En die heb ik nu dus hier vooraan kruislinks over elkaar heen gelegd. Oké, hier ben ik met mijn proefmodelletje. Mooi groen kleurtje met een glittertje. Hartstikke leuk. Ik heb dus eerst een proef gemaakt omdat ik zonde vond om gelijk met het gemêleerde garen aan het werk te gaan. Ik denk als je het nou niet zo makkelijk kan uithalen of het gaat pluizen of je moet eraan trekken of zo, dan gaat de draad straks stuk. Dat vind ik zonde. Maar ik heb hier al wel een heel klein voorproefje voor jullie. Met het sterretjespatroon. En ik heb gekozen voor een muts met flapjes. Omdat ik zelf in de winter eigenlijk altijd op de fiets zit. En ik het dan wel lekker vind dat de flapjes aan mijn muts zitten. Dus vandaar ook dat ik dit model heb gekozen. Ik hoef nog één rondje sterretjes. Eén rij. En dan kan ik hem gaan afwerken. De bovenkant is af. Het lusje zit er nog aan. Daar haal ik straks de laatste draad doorheen. Dus ik weef de laatste draad weef ik door alle steken heen en dan door het lusje en dan trek ik de draad aan, zodat hij wat strak trekt. Hier is de echte wand. De voorkant is wat langer, zodat de klep er overheen valt, zeg maar. Dat als je je hand strekt, dat je alsnog gewoon je hand warm is, zodat je geen kier ertussen krijgt. Dit is het bovenkapje, dat komt er dus op die manier dus op, wat ik net ook al zei. Ja, ik heb het nu met één hand vast, dus een beetje onhandig, maar... Ik heb net mijn eerste hele bol opgebruikt, dit is de tweede. Ik ben nu
net iets over de helft, als het goed is. Als ik mijn patroon een beetje juist heb uitgerekend. Dus ik zat al eerst met mijn tenen krom of ik wel het zou redden met 2 bollen. Ik hoop het wel, want ik heb nog dit stukje over. Ik ben bij laag 12 en ik wou 22 lagen maken. Oké, ik heb zojuist alles uitgehaald. Behalve deze boardstick, die vond ik nog wel oké, dus die blijft. Dit is het resultaat. Hier een hoopje garen, hier een hoopje garen, kleine stukjes. Want het knapt nog wel snel, het garen. Dus ik ga nu een nieuwe opdracht verzinnen, of een nieuw patroon verzinnen. En ik hoop heel erg dat het goed komt, want het is dus al donderdagavond en ik heb nog maar een paar dagen. En een druk weekend. Dus we gaan ons best doen. Nou, dit is die geworden. De basismuts met halve stokjes. Mooi kleurverloop. De bovenzijde. En nu ga ik verder met de versieringen. Dus daar ga ik nou mee beginnen. Ik ben eindelijk klaar met mijn muts. Ik ben er eigenlijk best wel heel blij mee. Wacht, laat me even zien. Dit is hem. Ik ben er best wel heel blij mee geworden. Hoe hij is gegaan. En ondanks dat ik in het begin echt weet, wat moet ik hier nou mee? Echt iets origineels verzinnen is best wel lastig. Ik heb mijn patroon inmiddels ook al uitgewerkt. Dan kan ik het insturen en dan hopen op het beste. Ja, ik ben er blij mee. En voor mij is hij een beetje groot, maar dat komt... mijn hoofd is te klein. Ja, dat probleem heb ik dus altijd. Ik maak mijn mutsen dus altijd normaal gesproken kleiner. Inmiddels zijn de wanten af. Was nog heel spannend, want ik was eigenlijk super bang dat ik garen tekort zou komen. Ik had maar een looplengte van 90 meter, dus ik dacht, oh, als het maar goed komt en red ik het wel en kan ik mijn idee wel goed uitwerken. Maar dit is wat ik over heb, dus het zijn 2 kleine mini-bolletjes. Dus ik heb het gered, dus dat is wel heel tof. En ik heb mijn muts al klaar. Dat is dan toch een groot voordeel van haken met lekker dik chunky garen en een grote haaknaald. En veel haaktijd gehad, dus dat is heel fijn. Dus hij is al klaar. Vanmiddag gaan we nog even foto's maken. Het is gelukkig niet meer zo warm, dus het komt heel goed uit. Ik zie niet heel erg zweten met die muts op. Dus nou, dat nog. En dan is de opdracht. Is de opdracht 2 al klaar. Hey, de muts is klaar. Ik ga even wat draadjes wegwerken en ik heb gelukkig nog wat garen over voor een pompon. Want eigenlijk vind ik dat die wel op een muts hoort. Dus ik was heel blij dat het over was. Heb je mijn hoofd erbij of niet? Ja. Nou ja, dan moet je dat zeggen, hè? Dan moet ik lachen. Mama, ik heb... Doe verder, schat. Nou, ik ben patroon aan het uitwerken. De laatste loodjes voor deze opdracht. Vond ik het moeilijk. Ik vond het een lastig idee om een muts of wanten te ontwerpen. Ik gebruik het niet heel vaak. Dus het was echt wel even een uitdaging voor me. Ik ben inmiddels uitgehaakt en ik kan jullie het volgende laten zien. Het sneeuwt, het is koud, het is kerst en zoals jullie zagen zijn de wanten af. Dus het is gelukt. Zoals je ziet is de muts helemaal klaar. En nu is het tijd om foto's te maken. Maar ja, ik ga mezelf er niet op zitten. Ik heb mijn zus uitgenodigd. Hi. Hier is ze, Lois. En zij gaat zo meteen de muts opdoen en dan ga ik er een paar hele leuke foto's van maken. En dat gaat helemaal leuk worden. Ja. Het is geworden. Dus 1. Andere deel. En de knoop. Dus ja. Ik heb hem ook uitgeschreven. Maar ik denk dat het handig is om allebei de patronen bij elkaar te hebben. Want ik denk dat het anders een beetje warrig is. De fotoshoot, super hé. Dat is ongeveer
Nou, wat zal het zijn? 28 graden. Ik sta hier in mijn winterjas. Echt te blazen van de hitte. Zelfs mijn bril beslaat ervan. En ik ga deze inzenden. Dus je ziet me wel voorbij komen. Ik heb net met mijn zusje foto's gemaakt buiten. Er zijn hele leuke retro vintage foto's gemaakt. Ik heb hier alle foto's staan die ik op ga sturen. Nou, ik ben echt heel blij met deze foto's. Ze zijn super goed gelukt. Op dit moment is die al 45% aan het laden. Heel benieuwd naar de uitslag. Superleuke opdracht. Iedereen heeft haar werk weer ingeleverd. Tijd voor de jurering. De jurering wordt bepaald op de netheid, de technieken van de steken, de tijdsdruk en de originaliteit natuurlijk. Wie steekt er deze keer bovenuit? Voor deze opdracht kunnen de kandidaten 90 punten verdienen, 10 punten minder, want ze worden niet beoordeeld op de kleur. Die bol hebben wij immers opgestuurd. Ons eigen juryteam wordt versterkt door Marieke van Club Geluk. Hallo, ik ben Marieke van Club Geluk en ik mag deze opdracht van Wolplein voor de nieuwe haakster van Nederland jureren, wat ik heel leuk vind. Ik ben dus onderdeel van Club Geluk. Club Geluk bestaat al sinds 2003 en ik brei en haak me helemaal suf, samen met nog allemaal andere mensen. Wij schrijven breiboeken, haakboeken, zijn gek op freeform en hoe creatiever hoe beter. Op dit moment werken we aan een nieuw kerstboek, waar ik nog niet heel veel over kan zeggen, maar het wordt ook heel erg leuk. Dus dit winterse thema van mutsen en wanten haken, dat kwam goed uit. Want ik zit er helemaal in. Wel respect hoor voor iedereen die met dit warme weer al die dikke mutsen en die wanten moesten haken. Knap gedaan, al zwetend. Nou, dan ga ik nu over tot het jureren. Het leukste gedeelte natuurlijk. Ik begin bij kandidaat nummer 1. Even de laptop erbij pakken. Anders dan weet ik ook niet wat ik voor me zie. Wil je deze projecten ook haken? Neem een kijkje op onze website. Er waren van de 9 waren er 2 wanten en zaten er 7 mutsen bij. De Chunky Beanie, die kreeg van mij gewoon een volle map omdat ik de fotografie heel erg mooi vond. De stijlfoto's mooi, de productfoto's, de muts zelf, visueel allemaal heel erg aantrekkelijk. Het patroon vond ik alleen niet zo erg goed. Met de Trinity Heart muts, conceptueel heel erg goed.
Ik vond hem alleen niet zo heel erg mooi, maar het is een smaakding. De wanten Sjaak. Mooie wanten, goed gedaan. Fotografie, patroon is hem niet professioneel genoeg. Lieve mensen, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Wolplein, bedankt dat ik dit mocht doen. Ontzettend leuke mensen hebben jullie die hier aan meedoen. Aan deze kweester naar de nieuwe haakster van Nederland. Heel erg goed gedaan. Er zat echt topwerk bij. Ik zie het wel zitten. Ik ben benieuwd naar de volgende ronde. Deze keer heeft Ika de meeste punten gescoord, 71. Hebben we een winnaar, hebben we een afvaller, dat is deze week Dominique. Zij had de minste punten. De overgebleven 8 kandidaten gaan weer voor een nieuwe opdracht. Wat dat is, zie je volgende keer. Tot volgende week. Dag! Wie is jouw favoriet? Stem nu en maak kans op een cadeaupakket.